Vandaag komen de studenten secundair onderwijs bevragen wat de opties zijn na het secundair onderwijs om te kijken wat hun toekomstmogelijkheden zijn via het hoger onderwijs of de universiteiten. Ik ben hier voor verpleegkunde gekomen. Vroedkunde of verpleegkunde. Financiën en verzekeringswezen. Een leerkracht lager onderwijs. Informatica met software, hardware. Verpleegkunde ofwel kleuteronderwijs. Ja, ik weet het nog niet precies. Hetgeen wat ik eigenlijk vooral vertel is eigenlijk wat de vakken vooral inhouden en een beetje vragen stellen van hoe het met hun voorkennis zit en met wat de richtingen zijn die ze nu doen. Dus ergotherapie, dat is iets wat u interesseert, zeker? Dat is heel plezant om te horen, eigenlijk. Ik wil ergotherapie gaan studeren. Vooral eigenlijk om de toekomstmogelijkheden wat je daarmee kunt doen. Je kunt er veel kanten mee uit. Maar ik ben er vrij zeker van dat ik de psychiatrie in wil. Omdat dat is de kant waar meer zo'n creatievere deel aan wordt gegeven. Dat staat mij wel het meeste aan. Ik was eigenlijk al vrij zeker van mijn keuze voordat ik hier kwam. Maar toch om nog eens even te horen hoe het precies in elkaar zat. En ja, dan kom je ook weer bekenden tegen die je dan toch nog wat advies geven van ik zou die of die richting gaan doen, dus dat is wel fijn, ja. Peek zelfstand ziet er wel mooi uit. Is toch groot, vind ik persoonlijk. En de schermen vind ik ook wel mooi. Ik zou opteren voor de PXL, omdat de lessen mij daar leuker lijken dan bij een andere school. We willen natuurlijk dat onze studenten goed geïnformeerd zijn, dat ze de juiste studiekeuze maken, dat ze zo goed mogelijk door dat hoger onderwijs heen kunnen. En wij hebben de ervaring in de PXL Hogeschool in Limburg dat al onze studenten die afgestuderen nagenoeg allemaal werk hebben binnen het jaar. Dus dat is eigenlijk een pluim op de hoed van de hogeschool. En we hopen dat natuurlijk de studenten die voor ons uit school kiezen, dat ze ook een vlekkeloos parcours doorlopen en dat ze absoluut later werk vinden. Zeker voor onze provincie is dat belangrijk in de toekomst.